Ik ben Tamara van Putten, ik ben 15 jaar en dat is het eigenlijk wel. Ik kom uit Almere. Ik kom vandaag mijn Goud 1 Rewards openen. Sinds dit jaar speel ik eigenlijk voor het eerst pas Weekend League. En ja, dit weekend zat eigenlijk alles mee. Normaal hou ik wel Goud 3. Mijn MVP dit weekend gaat niemand snappen, maar ik denk dat het Donny van de Beek Team of the Season was. Ja, hij was heel goed op het middenveld. Ik gebruikte hem altijd op CVM. Ik had nu Wijnaldum op CVM. Donny van de Beek, gewoon sterk op het middenveld, goede passes en hij heeft een ongelooflijk goed schot. Zijn er nog dingen die je graag wil vertellen? Nee, niet echt eigenlijk. Misschien kunnen we beginnen. Tamara! Ja? Dit is wel even een primeur hoor, hey. Jongen. Voor het eerst dat ik gewoon een meisje hier in de show heb, hè? Ja, vind ik wel vet. Ik vind het heel erg vet. Jij stuurde mij een berichtje van, ik heb Goud 1 gehaald en ik ken je natuurlijk al een klein beetje. Ik heb je al best wel een paar keer gezien. Ik dacht van, wow, dit is toch wel bijzonder. Ik wilde eigenlijk stoppen met het langs laten komen van talenten voor dit jaar. Ik dacht, FIFA 19 is klaar. Ja, dat klopt. FIFA 20 gaan we weer door, maar toen kreeg ik jouw berichtje. Dacht ik, oké, dit gaan we nog wel even doen. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, toch? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik weet zeker dat er heel veel jongens zijn, zelfs van jouw leeftijd, met 15, die halen niet standaard in elk geval Goud 1. Ik ben zo benieuwd wat zij nu denken. Ja, ik weet niet. Het was voor mij ook even beseffen toen ik het haalde. Ja, of is het gemeen van mij dat ik überhaupt nu vergelijk met jongens? Nee, dat is helemaal niet erg. Ja, dat is toch mooi. Ik vind het echt prachtig. Ja, hoe is het teruggekomen dat je überhaupt voor FIFA speelt? Nou ja, het was weer... Ik keek naar jou. Het was heel raar. Ik kan het zien, maar ik ben bijna even sprakeloos gewoon door hoe bijzonder dit is, maar... Laat vooral eerst even je team zien, want dan zijn we ook weer een stuk verder. Ga even naar je team. Geef de controle aan jou. Je hebt trouwens, dat wil ik even laten zien. Een heel mooie van die, hoe noem je dat? Beetje, ik weet het niet. Dopjes op je... Dopjes. Op je... Zodat je niet van je sticks afgeleid. En dat bestaat al heel erg lang. Ik weet dat Ali van PSV er ook heel lang mee speelde. Op een of andere manier heb ik het nooit gebruikt, maar... Ja, als ik het probeer zo het een keertje. Ja, het is echt fijn. Het is fijn, ja. Heeft er iemand die kijkt, of ken jij iemand die zo'n webshop heeft of zo, dat je die dingen verkoopt? Stuur me even een berichtje en stuur me even dingen op. Dan promote ik het en dan... En wie is Renzo Gamer? Dat is heel vaag. Hij zit bij mij op school. Ja? Maar ik spreek hem nooit. Oh, je spreekt hem nooit? Nee, we hebben gewoon een keer een potje gespeeld en dat is het. Maar Renzo, die baalt nu. Sorry. Ja, Renzo komt nu in de show dat hij heeft verloren van jou. Renzo, sorry. Even naar je team, want ja, ik ben echt benieuwd. Ja, is goed. Dit is mijn team eigenlijk. Niet heel denderend of zo, maar... Nou, dit is echt... Ik vind het oprecht. Ik vind het gewoon een prachtig team, weet je wel? Ja, ik vind het vooral mooi omdat er gewoon Nederlandse spelers en Eredivisie spelers in zitten. Ja, maar wel echt de goede spelers daarvan. Je vertelde al buiten de camera van ik heb wel Alisson op doel. Ik dacht van hoe is dat mijn vredesnaam gelinkt dan? Maar natuurlijk met Van Dijk. We hebben gewoon het allerbeste centrum van de wereld de komende jaren. Ook mijn lievelingsspeler zit er dan natuurlijk in. En dat is Frenkie? Nee. Oh, dat is niet Frenkie. Oh, natuurlijk, Lozano. Ja, dat is waar. Ja. Ja, vertel even, hoe komt dat dan weer? Want jou, dat is sowieso grappig om te zeggen. Vertel even over je ouders. Mijn moeder is voor Ajax en mijn vader is voor PSV. Dus ik ga eigenlijk naar allebei de wedstrijden. En ik weet niet. We hebben altijd iets met Mexico gehad. Net zoals Gutierrez. Hij doet het nu niet zo heel goed, maar... Hij ligt niet zo lekker met Van Bommel, volgens mij. Nee, dat gevoel heb ik dus ook. Dat hij niet zo lekker ligt met Van Bommel. Maar weet je, om nu... hij is gewoon een van mijn grootste helden. En... Ja, maar die Gutierrez zijn ook echt heel goed te zijn. Hij is natuurlijk heel... Ik snap niet hoe ze... Ja, maar ik snap sowieso de opstelling van Van Bommel momenteel niet. Mark, als je kijkt... Sorry Mark. Ben je wel eens in Mexico geweest? Dat wilde ik vragen. Nee, mijn ouders wel. Ik zat in de buik toen ouders naar Mexico zijn geweest. Ben je daar verwekt? Nee, dat niet. Nee, dat scheelde volgens mij niet veel. Dus ze waren volgens mij thuis. Met een paar weken. Oké. Genoeg informatie. Ja. Maar... Van de Beek vertelde je al, dat is dus echt jouw speler van de week geweest. Ja. Van de Beek. Hij is... Spelen van de Beek, ja. Van de Beek. Ja. Nee, hij is echt heel goed. Mooi hoor. En dan heb je dus... Je hebt eigenlijk een beetje een bijzondere figuur. Heb je in één keer Son in de spits. Je hebt allemaal Nederlandse... Ja, nee, kijk. Dat was heel raar. Ik had hem gewoon een keer gepakt. En, dus ik kon hem nooit linken. Dus had ik altijd Lammers in de spits. Voor teamgeest. En Lammers? Ja, Lammers daar in vorm. Zo. Alleen ik had hem nooit gebruikt, zeg maar. Aan het begin van de wedstrijd haalde ik hem altijd meteen uit voor Son. Je hebt iemand meegenomen, hè? Dat is mij. Ja, dat is mij. Ja. Speel je ook zoveel FIFA als de maand? Nee. Helaas niet. Ik heb niet eens FIFA 19. Nee. Ja, je bent wel heel erg groot Ajax-ziet. Ja, sowieso. Nou, ik denk eerst mijn Division Rival Rewards. Dan natuurlijk mijn Weekend League Rewards. Goud 1. Ja. Daar ben ik best wel blij mee. En die player picks kan nog wat worden. Zit er nog steeds iemand seasons in? Hè? Ik weet het niet. Ola Porte. Ja. Kan niet met team, maar ben ik tevreden mee voor SPC's. Ja, precies. Precies. 94, hallo zeg. Oké dan, pak ik de tweede. Meteen de laatste. Komt ie. Ik hoop het. 93, 94, goedemorgen, hallo. Barca fan. Ja. Ik ben een Barca fan. Ja. Je hebt een Barca shirt aan. Ja. Je gaat hem toch sowieso inleveren, of niet? Sorry Busquets. Tuurlijk. Busquets. Frenkie de Jong heeft hem al uit de basis gespeeld. Dat is waar. Hij is niet helemaal waar, maar
Nou ja, gaat wel gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. Hoewel, Busquets is pas 31, het valt wel mee. Hij kan nog wel een paar jaar er tegenaan. Hij is net 31. Zullen we gewoon om de buttpakketje? Is goed, tuurlijk. Ik krijg nooit echt iets goeds. Dus. Nou, dit zijn Electrum, als ik Electrum zie dan... Daar ben ik ook niet zo tevreden mee. Nee. Ook geen borden. Ja, dat is een beetje jammer dit. Ja, welke wil je? Ja, welke wil jij? Ja, achter? Van achter. Eerst doen we de slechte pakketten. We beginnen van achter, oké. Ja, we beginnen van achter. Ja, skip maar. Jammer. Ik denk ook geen borden. Dit zijn niet echt de goede pakketten, denk ik. Jammer. Nee, klopt. Er zit allemaal zilver bij. Hey, zeg kokosnoot? Ja, kokosnoot, ja. Kokosnoot? Ja, zeg kokosnoot. Hij zat erbij. Gewoon deze doen? Ja, is goed. Mag een beetje door elkaar heen. Brengt geen geluk. Het is nog niet veel, hè? Nee, wel het borden, maar. Borden! Borden, wie is het Duits? Weer een Duitser! Nee! Het is de broer. Oh, Jule of niet? Ja. Ja. Balen dit. Zule. Niet echt fan van hem of zo. Nee, maar ik denk dat er oprecht niemand op de wereld fan is van Zule. Nee, dat denk ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar misschien is het wel echt een hele, hele relaxte fan. Dat hij gewoon echt humor heeft of zo. Misschien dat je dan wel fan van hem kan zijn als persoon. Maar zeldzaam megapakket, dat klinkt wel vet. Ja, het klinkt goed, maar ja, het is niet best. Tamara moet de borden zien. Spaans. Oh. Doelman. Oh, Reina. Hey, Tamara, ik ben zo benieuwd of er meisjes nu zitten te kijken die het ook van hem gehaald. Ik weet het niet. Dan moeten we ze eigenlijk gewoon even met jou in contact brengen. Is goed. De girl... Gold One Squad. Laat weten. Nou, hopelijk dat het misschien ooit meer gaat worden. Ja. Gaat 20 of zo. Zou leuk zijn, elite. Toch? Dat er gewoon een vrouwen E-divisie komt straks. Oh ja, dat zou wel vet zijn. Wel walkout, toch walk-out. Kijken. Ja, dat wel tenminste een walkout. Precies. Normale natuurlijk. Zou toch even dat het een icon was. Duits. Oh, Kimmich. Zo, het hele Duitse elftal. Ja, weer een Duitse. Hoezo krijgen we elke keer... Ik krijg elke keer Duitsers of doelmannen walkout. Ja, niks tegen Duitsers, dat sowieso niet. Maar ik krijg het altijd op FIFA, dat is gewoon niet leuk. Nee, is niet leuk. Geen borden? Ja, klik maar door. Zo. Jammer dit! Een megapakket, hè? Duitser weer. Ja. Weer een Duitser. Ja, oh, Bender. Oh. Moet je ons iets vertellen, of niet? Ben je ook Duits of zo? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Mijn kinderen worden gewoon kwart Duits straks, hè? Echt? Ik zie niet uitkijken. Ja. Matig, nog twee te gaan. Je mag kiezen. Laten we dat 100k pakketje voor het laatst bewaren. Is goed. Dus dan doen we die rechter als eerst. Kijk, dit is niks. Zie je, daarom hebben we die laatste voor het laatst bewaard. Als weer een Duitser is, hè? Oh. Nou, Spaans. Ja. Word je niet blij van. Trigales. Heel jammer dit. Ik ben bang om deze pakket te openen. Ze schijnen eens een walkout. Hij heeft hem aan. Komt goed. Heb vertrouwen. Ja, we hebben vertrouwen. Heb vertrouwen. Je wordt het laatste pakket. Oh, je hebt al geklikt, oké? Okay? Oh ja. Wil nog even gewoon jou... Nee. Oh, wat erg. Ja, een 100k pakket. Dat is heel zuur. Een 100k pakket. Geen Kagawa. Vies. Oh, Kagawa. Ook nog bij Beşiktaş tegenwoordig, ja. Kak. Oh. Kak. Ja, ik laatst nog zijn broer. Nee, grapje. Ja, zo, die icon Nakata. Oh ja. Ik koop niks mee, ja. Echt? Ja, gewoon zo'n icon upgrade. Dat ik Nee, daar kun je niks mee dan. Kun je dan en daar mee. Ook nog. Ja. Duitser. Karim heeft ook lang in Duitsland gespeeld. Op zich, de rewards waren. Maar ik vind het vooral gewoon hartstikke mooi. Oh, toevallig zo bezig. Maar ik vind het vooral gewoon überhaupt mooi dat je hier was. Dat het een inspiratie is voor anderen. Ik ben heel erg benieuwd naar andere meisjes die ook zo aan het strijden zijn. Dus ik wil je sowieso bedanken voor je komst. Waar kunnen mensen jou volgen? Want dat vind ik echt iets belangrijks nu. Ja, mijn Insta is... ik heb er eigenlijk twee. Oh. Zeg maar gewoon, naar maar eentje doe ik gewoon echt alles op, maar de andere gewoon is gewoon de Insta voor die je wil. Zeg maar, waar je wil dat ze je volgen. Oh ja, dat is @tam11official. Daar plaats ik edits van voetbal en FIFA. Wat ik haal, wekelijks. Ja, nice. Tam11official. Link zit in de beschrijving sowieso. Anders nog iets? Ja, shout-out naar de Koen Weiland Discord server. Team Strijders Discord. Ja, de Team Strijders. Daar zit jij gewoon bij, hè? Ja. Was je gisteravond nog tot laat in... Ja, dat was niet zo goed, maar... Nee, het was gezellig. Iedereen daar is super aardig, super lief. Ja, vertel even wat daar allemaal gebeurt. Want die jongens die hebben een super mooie Discord-server neergezet. Ik ben alleen niet zo heel erg thuis in Discord. Waarschijnlijk omdat ik gewoon zo oud ben. Ja, er wordt gewoon over FIFA gepraat. Over FIFA, voetbal, gewoon... Over alles. Over YouTube. Ja, gisteren ook tijdens Liverpool-Chelsea. Waren ze ook allemaal aan het chatten. Ik vond Chelsea leuk spelen, maar dat is een andere discussie. Klopt. Nee, maar top. Heel goed dat je dat even hebt gedaan. Die shout-out is top. Linkje van de Discord-server staat ook in de beschrijving. Dus join hem als je dat leuk vindt. En nog even, moest ik iets zeggen? Oh. Als dat mag. Ja. Als dat mag. Ja. Ik moest nog wat zeggen over Max, Jon, Tom, Sam. En dat was het. Max, Jon, Tom en Sam. FIFA-maatjes. Ze hadden elke week Elite 2. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Maar dat moest ik zeggen. Oké, okay. Shout-out naar jullie. Jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was toch echt wel de laatste aflevering van Talent Video's van dit jaar. Ik heb ervan genoten. Tamara, dankjewel. Jasmijn natuurlijk bedankt. En FIFA 20 gaan we gewoon weer vanaf het begin... Los met alle Weekend League packs en talentjes.
Yes? Leuk. Oké dan. Adios. Ciao. Zo is dat. Zeker.